Dag beste mensen, Toerist 2290 is terug en we zijn hier vandaag in Meerhout aan een verlaten boerderij. En normaal gezien ga ik dan de woning rond en vertel er wat bij, maar ditmaal heb ik iemand meegebracht die dat voor mij gaat doen. Welkom Brent de Bal. Hallo allemaal, ik ga vandaag vertellen over de geschiedenis van de boerderij. Er was eens een boer en een boerin. En meer vertel ik jullie onderweg. Dat is een brievenbus geweest. En hier zien we dat de gemeente Meerhout bezig is aan de afbraak. Allee, de aanvraag tot sloop is toch al ingediend. We zijn hier op een heel speciale plek. We zijn hier op een boerderij. Daar kom je niet dikwijls tegen, hè? Kom maar. Dit was vroeger een soort stal voor de koeien. En zoals u ziet, vroeger waren hier ook asperges te koop. Alsjeblieft, dames en heren. Hier bracht de boer zijn koeien naar buiten. Zware koeien. De koeien zijn heel dik. En hij bracht ze naar buiten. En hij zette ze helemaal naar de overkant waar nu de maïster staat. De boer sloot de deur en dacht, nu ga ik eten. En dit moest dan de veranda voorstellen, denk ik. Dit was vroeger de badkamer van de boer of boerin. Want de douche voor de boer of de boerin en het bad voor de kleine jongen of meisje. Hallo. Deze kelder, dames en heren, is onder water gelopen. Ja, dat heb je er al, hè.
de zolder. Ik hang al vol met spinnenwebben, zeg. Dat komt omdat we hier op de zolder zijn. Wat er hier vroeger heeft afgespeeld, dat weten we natuurlijk niet. Maar misschien was er vroeger het boerinnetje of het boertje stout was, deed de boer waarschijnlijk ze naar het zolder. Gewoon om straf te geven. Hup, naar zolder! Zo, en als we nu naar rechts gaan, dit is het strafkamertje. Hier heeft waarschijnlijk het jongetje of het meisje altijd straf gekregen. Alleen het mannetje dan, want dit is een slaapzaal voor de mannen. Hier was hier iemand fan van puzzelen. Dat zal waarschijnlijk het jongetje geweest zijn. Maar het kan ook het meisje geweest zijn. Of misschien de boer en zijn boerin. Kun je zo. Dit was vroeger het werkkamertje van de boer. Hier was hij dus aan het werken en werken en werken tot de boerin riep om te komen eten. Toen keek de boer naar zijn klok en ging eten. En nu zitten wij in de vrije natuur van de boer. Voilà, dat was het dan weer voor vandaag. Met dank aan onze verteller voor vandaag. Tot een volgende keer bij Toerist 2290. Ja, en denk eraan, een kip legt altijd een ei. Voilà, met deze boerenwijsheid stoppen we ermee. Dag. Oh ja, nog iets. Je hoort op de achtergrond. Wacht. Oké, die is weg. Je hoort op de achtergrond de kippen kraaien. Voilà, kraaien, kuikelen. Kuk-kuk. Dus, de boer is hier nog steeds.